De ambitie van de regio Zwolle is een vitale en gezonde regio. En dat begint met vitale mensen. Op dit moment gaat het goed, maar we moeten ook heel goed nadenken over hoe houden we die regio vitaal voor de toekomst. We hebben nu al een tekort aan mensen om alle banen te kunnen vervullen. Er zijn nog mensen die niet meedoen op dit moment en die misschien nog niet optimaal meedoen. We hebben een grote opgave op het gebied van energietransitie. De zorg heeft veel mensen in de toekomst nodig. En ook in de logistiek en ICT zijn veel mensen nodig. En dat betekent dat je aan tafel moet met het UWV, onderwijs, overheid, ondernemers, zorg, vakbonden en het regionaal werkbedrijf. Het doel van de tafel van de regio Zwolle is dat we over 5 jaar 115.000 mensen hebben omher- en bijgeschoold of hebben opgeschoold of een goede plek op de arbeidsmarkt hebben gekregen. Oftewel dat we samen investeren in mensen. Ja, de rol van het onderwijs in de Human Capital Agenda is natuurlijk een hele belangrijke. Wij hebben 55.000 studenten als Zwolse 8, de 4 mbo's in Zwolle en de 4 hbo's. Die samen de verantwoordelijkheid hebben om al die opleidingen tot een goed eind te brengen. En dan niet alleen vakmanschap over te brengen, maar ook dat je voor het bijblijven in de maatschappij echt een leven lang ontwikkelen nodig hebt. Wij leiden mensen op voor een beroep. Maar we weten ook dat heel veel beroepen die nu bestaan in de toekomst er niet meer zijn en dat er dan nieuwe beroepen zijn. Dus onze taak houdt niet op dat als je 23 bent en je gaat van school, dat je dan uitgeleerd bent. En dan moeten ze ook soms een andere baan leren of een ander vak leren. En dat kan alleen als we daarin heel goed samenwerken. Wat uniek is aan de tafel van de regio Zwolle, is dat we kijken naar zowel de beschikbaarheid, de wendbaarheid van mensen, als de inclusiviteit. En dat betekent dat we kijken naar wat mensen wel kunnen. Want we moeten de economische opgave aan de sociale opgave koppelen. Op dit moment zitten er bijvoorbeeld best nog wel veel mensen in de kaartenbak van de UWV's. Dus dat betekent dat zij geen baan hebben. En dat is natuurlijk gek, terwijl we tegelijkertijd tekorten hebben op allerlei plekken. Juist voor mensen die al een lange tijd langs de kant staan en wiens positie kwetsbaar was op de arbeidsmarkt, doen zich nu nieuwe kansen voor. Want dat wat eerst gezien werd als een beperking is misschien nu wel een competentie die een kracht kan betekenen op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld iemand met autisme, die kan de geringste afwijking zien bij het uitlezen van camerabeelden. En dat is voor politieonderzoek ongelooflijk belangrijk. We zijn tot nu toe vooral gewend geweest om lijstjes af te vinken, controle, beheer. Terwijl we nu eigenlijk veel coachender en faciliterender moeten zijn aan onze medewerkers en processen. Nou, het lijkt mij nou fantastisch dat we door die samenwerking het veel toegankelijker maken. Dus onderwijsinstellingen stellen opleidingen beschikbaar waardoor ze gemakkelijker ook in andere branches aan het werk kunnen. We proberen mensen echt een plek te geven in de toekomst. Dat doen we niet alleen voor de mensen die van werk naar werk gaan, maar we kijken ook naar mensen die al in de bedrijven werken. Dat we die een toekomst geven waar echt muziek in zit. Het DNA van de regio Zwolle is dat wij erg sterk gebouwd zijn op MKB en familiebedrijven. We hebben te maken met een ondernemer die vaak met de waan van de dag bezig is, met de problemen die zich op dat moment voordoen. En volgens mij moet de tafel van de regio Zwolle erbij helpen om die ondernemer in beweging te krijgen en bewust te maken van de problemen die op hem af gaan komen de komende jaren. Wij willen investeren in een ontwikkelfonds en daarmee partners als onderwijsinstellingen, ondernemers, werkgeversorganisaties uitdagen om mee te investeren. En dat houdt in dat iedere euro die we uit het fonds gaan spenderen leidt tot minimaal een verdubbeling aan de andere kant doordat werkgevers, werknemers, scholen daarin zelf mee investeren. Wij investeren hier in mensen en de mogelijkheden van mensen om mee te doen op de arbeidsmarkt. Om op die manier samen te bouwen aan een vitale regio, zodat onze regio toekomstbestendig blijft.